zie het helemaal niet als iets zweverigs. Ik kan me wel voorstellen dat mensen een beetje sceptisch zijn. Maar ik heb nu ervaren dat het mij goed helpt. Nou, paardencoaching, dat is het inzetten van paarden voor mensen. Wat paarden doen als iemand bij hen in de bak komt, dan gaat het paard eigenlijk reageren op de energie of de spanning die iemand bij zich draagt. En dan gaan ze dus snuffelen, meestal bij de buik of bij het hoofd, als iemand veel in het hoofd zit. En mensen kunnen dat ook echt voelen in hun lichaam, dat ze daardoor meer ontspannen raken. Nou, ik ben vastgelopen op meerdere levensgebieden eigenlijk. En het lukte me niet, hoe graag ik misschien ook wilde, om te werken. Het is heel lang onduidelijk geweest wat er nou aan de hand was. En uiteindelijk bleek ik complexe PTSS te hebben. Toen heeft UWV aangeboden om een reïntegratietraject te starten. En ik heb toen voor Sylvia gekozen. Sylvia die zegt dan van, nou ja, dit doet het paard. Zou dat dit kunnen betekenen? Nou, en ik moest heel hard huilen. Ja. Het grote voordeel aan werken met paarden is dat je niet per se hoeft te praten over alles wat je dwars zit. Maar dat kan juist door de reacties van het paard al heel makkelijk naar boven komen waar het waarschijnlijk mee te maken heeft. En in de loop van de weken, maanden merk je dan dat er steeds minder spanning zit. En dat zie je direct terug in de reacties van het paard. Nu merk ik steeds meer dat ik geland ben en dat ik zin heb om weer aan het werk te gaan. Ik doe veel vrijwilligerswerk. En ik ben nu met een aantal organisaties in gesprek om weer betaald te gaan worden voor mijn werk. Ik vind het een cadeautje dat ik deze mogelijkheid heb gekregen.